Goeiedag, we gaan even bekijken wat er gekopieerd wordt met het programma HT-TRAC. HT-TRAC, Hypertext Track, tracering, is een programma dat gemaakt is om websites integraal te kopiëren, met structuur en al. Dat kan legaal gebeuren, maar dat kan ook illegaal gebeuren voor het stelen van websites. We gaan even bekijken wat er gekopieerd wordt en wat er niet gekopieerd wordt. Links gaan we de inhoud zetten van een van mijn sites als test. De inhoud en die gaan we bekijken op de server met FileZilla. Rechts gaan we de kopie zetten, de integrale kopie van die site, zoals HT-TRAC hem opgehaald heeft en op mijn computer geplaatst. Kijk, hier, dat is de inhoud van mijn site op de server en dat is hetgeen HT-TRAC gevonden heeft. Direct zie je verschil. Dat zit hem vooral in het feit dat HT-TRAC alleen die bestanden ophaalt waarnaar een link wijst. De andere kent hij gewoon niet. Bijvoorbeeld hier dat tekstbestandje, zit er niet in hier in de kopie. En dan ook, heel belangrijk, de map templates, die wordt niet gekopieerd. Omdat daar niet rechtstreeks naartoe gelinkt wordt. Dat zijn mappen die in feite ook niet op de server moeten zitten. Dat zijn werkmappen van Dreamweaver. Laten we nu even een beetje verder gaan, de map images open doen. Images, dus dezelfde submapjes, maar hier zit een temp die dat ze niet overgepakt hebben. De rollovers, weer hier 6 GIF-plaatjes, die dienen voor onze rollovers. En die zitten hier ook in, maar bovendien zitten er nog een paar in die in onbruik geraakt zijn. En dan ook nog een werk-PSD'tje om die rollovers te maken. In principe moet dat niet opgeladen worden, maar het zit er nu in. In alle geval, HT-TRAC neemt dat niet over. Terug een beetje hoger, een beetje hoger. In het algemeen nog eens gaan kijken, algemeen. En inderdaad, hier weer hetzelfde. Enkele GIF, JPEGs en ook een ICO'tje dat overgenomen werd. Maar er zijn er nog een heel pak die niet overgenomen werden. Dus in feite, diegenen die niet overgenomen werden, die zou ik evengoed kunnen wegsmijten van de server, want die dienen dan toch tot niets. Die zitten erin, dat zijn restanten van vroeger, die ik vergeten weg te smijten zijn. In alle geval, wat kunnen we hieruit besluiten? Dat gewoon door het vergelijken van de mappen op de computer van een, tussen haakjes, dief, een verdachte, laat het ons zeggen, daaruit kunnen we besluiten hoe hij de site gestolen heeft. Heeft hij die gedownload via HT-TRAC of is hij rechtstreeks op de server alles gaan ophalen door bijvoorbeeld kennis te hebben van het wachtwoord. Dus door die vergelijking te maken kunnen we direct zien op welke manier een site gestolen werd. Dat is al wat ik wou zeggen. Dank u vriendelijk.